In winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleewijk werd op zaterdag 30 november de cadeaufabriek een tikkie verderop geopend. Een uitbreiding van Lunchroom een tikkie anders, waar ook mensen met een beperking werkzaam zijn. Of ik toch alsjeblieft wilde komen om het hele mooie moment mee te maken wat zo direct gaat gebeuren, waarbij tikkie verderop geopend gaat worden. 5, 4, 3, 2, 1... Knippen maar! En open! Dames en heren, welkom bij deze opening. Namens ons wensen wij jullie alvast een fijne dag. En ik zou zeggen, kom zo meteen naar binnen en geniet van jullie moment van de opening. Waar gaan we meestal halen? Zellig binnenkomen en waar gaan we een leuke dag maken? Kijk! Geweldig, applaus. Ja, vandaag de opening van cadeaufabriek een tikkie verderop en enorm druk. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik weet niet wat we meemaken. Het loopt storm. En we zijn nog een beetje in de beginners met de kassa en met de kazen snijden en zo. Dus het wordt even puzzelen. Maar geweldig wat er allemaal op afkomt. Wat is precies de gedachte achter de cadeaufabriek? Dat we meer mensen met een beperking aan het werk kunnen laten zetten. En belangrijk werk laten doen. Dus dat ze echt ertoe doen. Dat ze belangrijk zijn. En dat ze hier in het dorp een steentje bij kunnen dragen. Ja, want uiteindelijk creëren jullie hier 8 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zijn die allemaal al ingevuld? Nee, nog niet allemaal. Nee. Dus als er nog iemand is die zegt van nou, lijkt me hartstikke leuk. Kan altijd gepraat worden of dat iemand als die interesse heeft, zeg maar. En heeft de gemeenteraad hier ook nog bemoeienissen mee gehad? Nee, wij hebben hier als gemeenteraad eigenlijk heel weinig bemoeienis mee. Het is vooral het initiatief, zeg maar, van de ondernemers hier. Op zich ook hele lovende woorden en complimenten voor de ondernemers, want het getuigt wel van lef. Voor ons is het ook wel van belang dat de doelgroep natuurlijk heel goed terechtkomt. Dus is uiteindelijk ook in ons belang. En wij zijn als CDA er wel heel erg blij mee dat wij in onze gemeente ondernemers hebben die dit ook durven. Maar we kennen natuurlijk Tikkie anders, hè? Hebben we meegemaakt. Vorig jaar 5 jaar bestaan. En dat Nienke dat weer dat initiatief neemt om hier weer iets schitterends te ontwikkelen. In letterlijk iets verderop, een tikkie verderop. Het was overweldigend om die opening mee te maken. Ja, en het mooie is, er worden zo ook 8 arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moet de gemeente ook een beetje trots op zijn, denk ik. Nee, absoluut. Kijk, maar dat is ook de basisgedachte, hè, bij Nienke, dus bij de initiatiefnemer, dat zij nog zoveel mensen ziet die zij ook een mooie plek in dit soort omgevingen wil creëren. En dat is eigenlijk de directe aanleiding voor haar geweest. Dus hoe meer we mensen hebben, net als Nienke, ja, hoe mooier het is natuurlijk in zo'n gemeente Altena om al die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om die een geweldige, zinvolle en mooie dagbesteding te geven. Als we een ondernemersprijs zouden hebben in Altena, en ik vind dat we die maar eens snel in gang moeten brengen, dan zou zij als eerste in aanmerking komen. Een mooi resultaat na maanden van verbouwen. Volgens mij heb je er zin in. Ik heb er zeker zin in. Het is natuurlijk sowieso nieuw, maar hoe dichter je naar een moment toe gaat, heb ik steeds meer het gevoel gekregen van ja, ik ben er klaar voor, ik heb er zin in. Ja, eigenlijk mogen we wel concluderen van een tikkie anders naar een tikkie verderop, naar een tikkie trots. Dat sowieso, ja. En dan op de medewerkers, want ze hebben me allemaal goed gesteund en ze helpen goed. En daar doe ik het allemaal voor hun. Mooi, heel veel plezier ook vandaag. Ja, dankjewel. Zal wel lukken.